Je kan het oplossen als een man, maar niet met een mes. Leerlingen van Cristallis in Nijmegen zijn de afgelopen 7 weken bezig geweest met een project over het inleveren van wapens. Windkracht 10 begeleidde dit project. Zij zien een landelijke trend op het gebied van geweldsincidenten met name steekwapens. Maandag werd een videoclip gelanceerd over dit thema samen met rapper Jaboy. Het project natuurlijk over, heel simpel, no shame. SO naar Cristallis 024, no shame, let's go, heel zo. We hebben de leerlingen of deze school op Cristallis 7 weken gewerkt, naartoe gewerkt naar de Week van de Veiligheid om de clip en het liedje te releasen. Wat ik denk dat een heel mooi resultaat is geworden. Het was eigenlijk bedoeld om wat meer bewustwording te creëren bij de leerlingen van de school. En op die manier toch wel een positieve draai eraan te geven. Ik heb zelf op dit school gezeten, maar dat is alweer 15 jaar geleden zo. Ik kwam toen niet in aanraking met wapens. Het was toen meer vechten en andere gekke dingen wat we toen deden. Maar het was toen volgens mij niet echt zo in met messen lopen en wapens. Het is niet zoer om met de mes te lopen. Hoop je moeder dat de ghetto, dan ben jij een echte gozer. Het is verstandiger om weg te lopen. Niemand hapt je uit de put, shit, ik voel me echt bedrogen. Ik kom niet meer op plekken, gozer. Ik ben aan de stekken, gozer. Ik rem met elke letter bozer. De wereld die is doorgedraaid. Het zal ik niet meer gekken mogen. Ja, er zijn bij mij in de wijk wel soms wapens getrokken. Maar niet echt gebruikt. Mensen deden er wel stoer mee en bedreigen ermee. Ja, ik heb de tekst zelf geschreven. Ja, en waar komt die inspiratie vandaan? Gewoon van wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Of wat er dan gewoon in je opkomt. Dus van alles door elkaar. Dus je hebt ook wel eens iets met wapens gezien misschien? Nee, dat niet. Maar ik hoor het natuurlijk wel. En sommige vrienden van mij hebben bijvoorbeeld ook gewoon een mes bij zich of zo. En dat is natuurlijk, ja, dat kan niet. Maak je dat wel eens mee, dat jongens wapen bij zich hebben? Ja, ze zeggen wel, ja, ik heb shank bij, ik heb dit bij. Maar ik denk niet dat ik heel... Ik word er niet warm of koud van. Nee? Als iemand nou echt voor mij gaat staan met een mes, ga ik niet iets terug doen. Dan loop ik gewoon weg. Het is een beetje sukkelig. Weet je, je kan het oplossen als een man, maar niet met een mes. Dagenlang van pijn, dagen in de rain. Je weet ik ben een same, want ik heb broeders om me heen. Ik was helemaal alleen, dagenlang geleden. Dagenlang gestreden, ik heb vaak genoeg gebeden. Over dat God me zal vergeven. Ik was jarenlang gebroken en shit. De straten waar ik koud, je wordt gestoken voor shit. No shank is de motto, dus we lopen met niks. Denk aan de gevolgen. Want je doet heel veel mensen pijn als je met een mes loopt. En dadelijk ook nog gaat gebruiken. Het is niet stoer om met de mes te lopen, wat Tarik al zei toevallig in zijn raptekst. Je doet je eigen ouders dadelijk pijn, maar je doet ook andere mensen verdriet. Als je dus ook echt die mes gebruikt of die wapen. En ook voor ouders die daar moeite mee hebben, trek vooral aan de bel. En ja, kijk of er iemand is in de omgeving die je daarbij kan ondersteunen. Ik zie ze nu lopen met chains, dat doet me pijn deze trend.